Gisteren speelde Gasterra Flames de derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs. De tegenstander was Eiffel Towers Den Bosch. In Martini Plaza konden de Groningers op een 2-1 voorsprong komen in de best-of-5-serie. Bouwtje naar Ros. Mis. Bosteen pikt op. Bouwtje. En de 2-0 voor Flames. Dat ziet er niet goed uit. Doris So krijgt een knietje in zijn been en kan niet verder. De Flames beginnen slordig aan de wedstrijd en missen veel schoten. Bouwtje met het schot. Maar hij mist. Den Bosch speelt ook niet scherp. Jansen met de paas op Jackson, maar dat lijkt helemaal nergens op. Ellis, Bekkering, Otten. Bal in de kluts en Den Bosch kan overnemen. Turnen naar Wessels, maar ook hij mist. De Flames sluiten de eerste helft af met een schotpercentage van 27%, wat erg laag is. De ruststand is wel 33-31 in het voordeel van de Flames. In de tweede helft staat er een ander Flames op het veld. Bosteen, Ros. En de fout van Roger Jansen. Otten. Rebound voor Turek. Bosteen met de drie punten. 47-41. Roger. Ellis mist. Terug naar Roger. Bosteen. Opnieuw met de drie punten. Ellis met de twee vrije worpen aan het eind van het derde kwart. Hij zorgt voor het eerst in de wedstrijd voor 10 punten verschil. De eindstand van het derde kwart is 58-48 in het voordeel van de Flames. In het vierde kwart komen de Flames niet meer in de problemen. Den Bosch doet af en toe nog wat terug. Hier via Jeroen van der List. Hij maakte 65-54. Jansen met de slechte paas. Bouwtje loopt en rondt het zelf af. Samen met zijn teamgenoten neemt hij alvast een voorproefje op de overwinning. De sfeer was gisteravond uitstekend in Martini Plaza en Henry Bekkering bepaalt de eindstand op 88-63 in het voordeel van de Flames. Henry Bekkering was erg blij met de supporters. Yeah, for the crowd it was great. The crowd's great always in Martini, so it was nice to have a good game for them in front of the big crowd. So. And you said it on Sunday. Yeah, definitely excited on Sunday. One more win and we are in the finals, and then we have to reevaluate what we're going to do, who we're going to play against and that sort of thing. But right now we're just focused on Sunday. Coach Marco van den Berg was ook tevreden met de overwinning. De tweede helft konden we gewoon de deksel op de wedstrijd leggen door die paar drie punten op rij. Is het jullie kwaliteit dat jullie de eerste helft misschien niet zo ver uitlopen, maar de tegenstander wel heel erg vermoeien? En dan de tweede helft toch uitlopen? Ja. Nou, dat is duidelijk. Ja. Waar ligt dat dan? Dat je die eerste helft dan toch nog zoveel kansen mist? De aarzeling staat er toch in. We moesten wel een keer die zone lek spelen. En als je de wedstrijden daarvoor toch een keer op keer niet lukt dan, en je mist hem weer een paar keer, dan slaat de twijfel weer toe. Toen Aaron ze al een paar keer maakte in de eerste helft, zagen we ook al van wacht even, zit er nu wel wat anders in. En we bleven ze ook nemen met overtuiging, dus dat was op zich wel aardig. Den Bosch wordt ook vermoeider. Dus de ruimtes worden groter op een gegeven moment in de tweede helft. Dan wordt het ook wel weer makkelijker. Door de overwinning staan de Flames op een 2-1 voorsprong in de halve finale van de play-offs. Zondag is een overwinning in Den Bosch genoeg om de finale te bereiken.